Dankjewel, Birgit. Ook namens mij aan u allen die thuis aan het kijken bent, ongetwijfeld. Een heel goede middag. Een nooit geziene gezondheidscrisis en die heeft ook grote impact op de economie. Een nooit geziene economische crisis. Daarover gaan wij het hebben in het volgende, het laatste debat. U ziet dat met vijf mannen. Er is een samenstelling gekomen van het panel, een beetje in moeilijke tijden ook. Maar ik ga toch even zeggen dat we daar in de toekomst op gaan letten dat het hier iets diverser is. Maar we gaan het nu doen met wie hier is. Allen welkom. Ik ga ze u even voorstellen. Aan mijn uiterste kant staat Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Goedemiddag, meneer Wunsch. Daarnaast Alexander De Croo, vicepremier, minister van Financiën ook. Ook goedemiddag. Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Goedemiddag, Bart De Wever, voorzitter van N-VA. Goedemiddag. En Freddy van de Spiegel, hier in dit huis, de VUB-professor. Meneer Wunsch, ik ga met u beginnen, want we zitten natuurlijk nog volop in die gezondheidscrisis, maar ook in die, ja, de economische impact. U becijfert met de Nationale Bank hoe groot die is. Wat is de stand van zaken? We zijn gekomen met een cijfer van inderdaad een recessie van 8% in 2020, wat enorm groot is, veel meer dan in 2009 bijvoorbeeld. Maar men moet wel beseffen dat de cijfers zo slecht zijn, omdat wij gedurende 2 maanden een derde van onze economie kwijt zijn. Die derde van onze economie zal terugkomen en actief zijn volgend jaar. Dus ik denk dat het beter is om de cijfer op 2 of 3 jaar tijd te bekijken. En dan zien wij dat wij gaan naar een verlies van BBP van 2, 3, 4%. Het is nog veel onzekerheid wat dat betreft. Dus het is misschien een beetje zwaarder dan de financiële crisis. Maar men moet zeker niet alleen maar naar de cijfers van 2020 kijken. Nee, maar er gaat wel een litteken zijn, begrijp ik, de komende jaren. Hoe dan ook. Ja, dus hoe dan ook hebben wij volgend jaar de 2 maanden die we verloren hebben dit jaar terugzien. Maar de vraag is, nu is min of meer 90% van de economie mag actief zijn. En ik zeg niet dat 100% van deze 90% zullen actief kunnen zijn onmiddellijk. Maar er is inderdaad vraag voor de laatste 10%. De horeca, events, toerisme en dergelijke. Dat is 1 onzekerheid. En dan is de 2e onzekerheid ja, de impact van de crisis op structureel niveau, aantal faillissementen. En hoeveel tijdelijk werklozen vandaag zullen, spijtig genoeg, morgen werkloos zijn en niet meer tijdelijk. Ja, en dat is een enorm grote onzekerheid. Heel veel onzekerheid, heel veel vraagtekens. Meneer Timmermans, ik kom even naar u, want begin deze week, maandag, is er natuurlijk wel een belangrijke kaap genomen. Bedrijven die terug opgestart zijn, maar ik neem aan dat nog niet alle bedrijven volledig draaien. Hebt u daar een beeld van hoe dat nu zit? Er zijn 2 bedenkingen die je moet maken. 1, zoals de gouverneur zei, we zijn op ongeveer 70% teruggevallen. Wij hopen dat we naar het einde van de maand mei terug naar 80% zouden kunnen gaan. Maar er zijn 2 aspecten aan. 1, een aantal bedrijven gaan kunnen opstarten, een aantal anderen niet. De gouverneur heeft het opgesomd, er zijn nog bedrijven die echt gesloten zijn. En 2, de bedrijven die opstarten zullen dat nooit doen aan volle capaciteit. Je hebt bijvoorbeeld 3 productielijnen naast elkaar, je moet social distancing doen, je gaat de 2e sluiten. Ja, dat betekent dat je 1/3 van je capaciteit kwijt bent. Maar het grote voordeel dat we vandaag hebben, we gaan van min 70% van de economie die actief was naar hopelijk 80% en die laatste 20% moet er nog bij komen. En dat zal waarschijnlijk na de zomer pas kunnen gebeuren. Dus die 100% activiteit die bereiken we nog niet. Voor ik naar de beleidsmakers ga, meneer Van den Spiegel, misschien in historisch perspectief even kijken. Want er wordt vaak gezegd, dit is in vredestijd ongezien, klopt dat? Wel, er zijn in de geschiedenis vele crisissen geweest. Je kan verwijzen naar de pestepidemieën in de middeleeuwen, maar toen was er amper economie, dus dat is niet echt een vergelijkingspunt. Je kan gaan denken aan de Spaanse griep, eind van de Eerste Wereldoorlog, maar toen lag ook de economie feitelijk in puin, dus dat is ook niet echt relevant. Dan heb je de grote depressie van de jaren 20-30. Maar daar is er ongeveer economische unanimiteit dat die niet echt optimaal gemanaged is, omdat men toen onmiddellijk de broekriem aangetrokken heeft en in soberheid gegaan is, waardoor het een depressie geworden is. En dan is misschien het beste referentiepunt, de crisis van 2008, is zeer recent, kwam wel uit een andere hoek, de financiële kant, maar het was een crisis waarbij het economisch weefsel intact bleef. En als men dan met voldoende geld dat weefsel terug kan opstarten, dan krijg je een dip.
En die doet pijn, maar dan krijg je ook een snelle heropleving. En dat is nu ongeveer het scenario dat zowel de Europese Commissie, het IMF, de Nationale Bank, al die autoriteiten naar voren schuiven. Maar is dat realistisch? Want het is natuurlijk wel heel anders dan in 2008. Maar het is niet zo heel anders, hè, maar het zal een kwestie zijn van gaan we er voldoende financiële middelen, een beetje à la guerre comme à la guerre, hè, allemaal die zeer strikte regels van staatsschuld, van deficit, dat we die eventjes allemaal eventjes, hè, niet van dit is het nieuwe normaal, maar eventjes allemaal aan kant schuiven. En wat belangrijk is de zuurstof voor de economische spelers. Wat Europa dan achteraf helemaal verkeerd gedaan heeft, want daar hadden we een dip in 2009 en herstel vanaf 2010, juist zoals de Verenigde Staten. Alleen is Europa er vanaf 2011 in geslaagd door politieke interne disputen over gaan we nu arme landen helpen, gaan we ze niet helpen, ons in een crisis te storten waar Europa nog altijd in zit. Dus geld genoeg, zuurstof en geen politieke spelletjes en disputen. Ja, en dan zitten we bij de beleidsmakers, dan kom ik even naar u, heren. Zuurstof geven en ja, even de budgettaire teugels loslaten, dat is iets wat u, meneer Boens, denk ik ook helemaal in het begin van die crisis zei. Laten we even naar die zuurstof kijken, daar hebben we ook een vraag van gesteld aan de mensen. En die blijkt toch dat er... grote tevredenheid is over de economische maatregelen of om die economie te ondersteunen. Dit zijn de resultaten die uit die bevraging komen. En daaruit zou moeten blijken, als we dat even kunnen zien, dat er, als ik het uit het blote hoofd heb, toch een heel grote ondersteuning is. Maar de exacte cijfers, die zien we hier. Het overgrote deel van die mensen die gereageerd hebben, zijn het daar wel mee eens. Meneer De Croo, ik zal eerst bij u komen als minister van Financiën. Dat gaat over de vele steunmaatregelen die genomen zijn en die er nog komen, begrijp ik. Want er ligt nog iets klaar. Ja, ik wil even inpikken op wat de professor zegt. Hè. Snelle heropleving, ja, belangrijk. Maar dat kan alleen als je ervoor zorgt dat je geen domino-effect krijgt van bedrijven die onderuit gaan. Dat is eigenlijk altijd de filosofie geweest. Bedrijven die gezond waren voor de crisis, die moeten we blijven bekijken met een bril van voor de crisis, niet op de manier waarop het nu loopt. We hebben maatregelen genomen van uitstel van betaling van belasting, uitstel van betaling van leningen waar de banken in meegestapt zijn. Dat zijn wat men noemt liquiditeitsmaatregelen. Mm-hmm. Het tweede luik is wat we nu klaar hebben, waar een beslissing is geweest in de kern. En dat is wat men noemt solvabiliteitsmaatregelen. Op een bepaald moment hebben bedrijven zoveel verliezen moeten meeslepen dat hun kapitaal verzwakt is en dat ze gewoon wankel worden en zeer kwetsbaar worden voor faillissement. En daar hebben we twee maatregelen genomen. Eén is de mogelijkheid om uw verliezen van dit jaar af te zetten ten opzichte van de verliezen van vorig jaar. Dat is in ons vennootschapsbelasting hebben we dat niet. Hè. In principe mag je verliezen meenemen naar de toekomst, maar je mag ze niet meenemen naar het verleden. Dus dat is een groot nieuw element. Tweede element is de mogelijkheid om bedrijven, als zij in de komende jaren winsten zouden hebben, als zij kiezen om die winsten binnen de onderneming te houden, dus niet uit te keren, maar te houden om het bedrijf te versterken, dat fiscaal gestimuleerd dat wordt. Dat ligt op de tafel. Wat vandaag ook in de krant de tijd stond, denk ik, meneer De Croo, is misbruik van die zuurstof die gegeven wordt door de verschillende regio's in ons land, door federale niveau ook. Kan dat gecontroleerd? Moet dat beter gecontroleerd worden? Ja, dat moet beter gecontroleerd worden. En ik vind dat je misbruik kan je nooit goed praten, vooral niet op een moment waar eigenlijk iedereen alle zeilen bij zet. De grootste verliezers zijn degenen die het spel eerlijk spelen. We hebben natuurlijk gekozen, en dat zal een deel ook geweest zijn van de positieve resultaten die je uit je bevraging krijgt, om heel snel te gaan. We hebben eigenlijk relatief weinig voorwaarden gesteld, omdat wij dachten, ja, ondernemers hebben op dit moment wel andere dingen aan hun hoofd dan eindeloze formulieren te moeten invullen. En een nadeel van snel te willen gaan is dat misschien sommigen daar misbruik van gemaakt hebben, maar ik mag hopen dat dat eigenlijk een randfenomeen is. En ik zal samen met de bevoegde ministers, federaal en ook mevrouw Krivits heeft al aangegeven, maar dat in Vlaanderen meer controles willen doen. Ziet u dat dan? Oh, ik denk dat wij in de komende weken veel meer capaciteit gaan hebben om ter plaatse te gaan kijken. Bon, hebt u echt wel een impact gehad? En die steun heeft u nu vandaag nog nodig. We hebben in het begin gekozen om iedereen te steunen. Zoals meneer Timmermans aangeeft, bepaalde delen van de economie starten opnieuw.
Dat wil zeggen dat we natuurlijk in de komende weken veel selectiever gaan zijn, omdat er zijn bepaalde sectoren die gesloten blijven, maar er zijn er andere die natuurlijk mogen beginnen. Elke ondernemer die zegt vandaag, eigenlijk moet ik geen steun hebben, hè. Als ik mijn bedrijf kan doen draaien, dan heb ik dat 10 keer liever dan steun te moeten krijgen. Ja. Meneer De Wever, dat is de zuurstof op korte termijn. Het andere gevolg is natuurlijk dat het budgetair, ja, dat daar, ik vat het even samen, niet naar gekeken wordt op dit moment. In denk ik, weinig landen zal dat het geval zijn. Tot hoe lang kan dat duren? Ja, zo kort mogelijk natuurlijk. Hè. Ik lees de slides van de Economic Risk Management Group onder voorzitterschap van meneer Wunsch. En daarin lees ik dat wij nu naar een begrotingstekort van 9% zouden gaan dit jaar. Een economische krimp van 7,6 als ik mij niet vergis. Maar dan ben ik aangenaam verrast door de veerkracht van onze economie. Volgend jaar zou daar 7,2 en volgend jaar zou er een groei van 6,7 zijn. Wat betekent in reële termen dat we zo'n percent BBP verliezen ten opzichte van begin van dit jaar. En dat schept ook een schuldproblematiek, want we gaan dan naar 114% schuld, nu al. Dus dan zit je eigenlijk 20 jaar achteruit in de tijd qua publieke financiën. Op zichzelf ben ik akkoord met de professor, dat kan nu geen kwaad. De vraag is, wat doe je vervolgens? Hè? En als ik die slides goed lees, zie ik de sterkte die we hebben, dat is onze Noordwest-Europese economie, zeker in Vlaanderen. En onze zwakte is het eerder Zuid-Europese staat die daarboven zit, die op vlak van deficits, op vlak van schuld, een verkeerde allure ja. heeft, omdat ze institutioneel en goed, democratisch maar het een beetje is kaduuk is. Wever, dat is wat mevrouw De Blok heeft. Het principe van die teugels even te laten vieren en daar niet al te veel op te focussen, wanneer moet die omslag gemaakt worden wat u betreft? Ja, zo snel mogelijk. Hè. Dus datzelfde geldt voor de steun, daar zijn we het over eens. Ik denk als je snel veel mensen wil helpen, kan er ook misbruik zijn, maar dat is niet het belangrijkste. Dat misbruik opsporen is belangrijk, maar veel belangrijker is zo snel mogelijk uit die steun komen en structureel inderdaad het eigen vermogen van onze ondernemingen sterk houden en beschermen tegen overnames vanuit landen waar men nog wel liquiditeit heeft of liquiditeit creëert, zodanig dat wij op onze troef, zijn onze Noordwest-Europese economie, kunnen verder gaan en de aansluiting houden bij Duitsland, Denemarken en Nederland. Dat, denk ik, is nu de uitdaging. Ik denk dat dat onze laatste kans is om op de juiste trein naar het noorden te stappen en te beletten dat we op de Zuid-Europese trein terechtkomen. We zitten echt op een historisch punt wat dat betreft. Meneer Timmermans, u hebt ik wou er iets aan toevoegen. Ik ben, Noord en Zuid. Ik wou er iets aan toevoegen. Ik ben aangenaam verrast door wat ik de laatste dagen en weken hoor bij ondernemers. De eerste dagen, rond 13, 14 maart, heb ik heel veel telefoontjes gehad van ondernemers die een beetje wanhopig waren, die het niet meer zagen zitten. Die smeekten voor snel maatregelen. De laatste weken zie ik die resilience, die veerkracht in onze economie, toch heel sterk naar boven komen. Dan zie ik ondernemingen die dicht zijn en die zeggen, oké, we gaan iets anders doen. Dan zie ik ondernemingen die alcoholproducten maken en die zeggen, nu gaan we handshell maken. Dan zie ik ondernemingen die zeiden, oh, wij zijn gesloten, maar we gaan online iets doen. Maar is dat duurzaam of nee, is dat een tijdelijk maar effect? Dat geeft aan dat er veerkracht is. En dat is zo'n belangrijke factor ook in het herstel. En dat moeten we natuurlijk blijvend ondersteunen. Dus die solvabiliteitsplannen die er zijn, zijn absoluut belangrijk en noodzakelijk. Zo gefocust mogelijk, maar eenvoudig, duidelijk daarover communiceren is heel belangrijk. En we gaan die nodig hebben vanaf de maand september. Zeker en vast. En twee, moeten we toch inderdaad een aantal structurele hervormingen toch blijven op de rails zetten om die financiële ruggenkracht, of ruggengraat beter gezegd, van onze economie te verstevigen. Want wat heb je vandaag? Er zijn bloedingen. Hè? Ik kan het vergelijken, we zijn in een medisch congres. Een lichaam bloedt, er zijn bloedingen. Wij proberen die te stelpen. Na verloop van tijd, als je dat niet kan doen, dan gaan de vitale organen geraakt worden. Dan gaan ondernemingen over kop gaan. En dat moeten we ten alle tijden vermijden, want dan hebben we heel veel kans op extra structurele werkloosheid. Ja. Als ik zie hoe dat, en daarmee wil ik afsluiten, hoe dat op 2-3 weken tijd het aantal tijdelijke werklozen toch heel belangrijk naar beneden is gegaan, dat is belangrijk. Dat is een belangrijk signaal. We hopen dat we dat in de komende weken kunnen verder zetten. Maar daarvoor hebben we solvabiliteitsmaatregelen nodig en ook een Europees kader. Want het zou maar eens gebeuren dat je als Belgische economie alles doet om je bedrijven op te starten, maar dat de grenzen rondom ons dicht blijven, ja, dan kan je niet in- of uitvoeren, dan kan je geen mensen laten bewegen van de een naar de andere. Dus daar moet ook een Europese exitstrategie komen die voornamelijk de transport van goederen en diensten organiseert en ook van mensen. Ja. Meneer De Kroo, ik kom eerst even naar u. Misschien met die vrees voor die golf aan faillissementen, misschien het topje van de ijsberg dat we nu pas zien, is... Ja, Hoe ernstig is dat risico? Ik denk dat we de voorbije weken dat risico hebben opgevangen. Enquêtes tonen dat 8% van de ondernemingen vandaag vreest
voor een faillissement. Dat is reëel en dat is veel. En dus over die veerkracht. Kijk, wat we in ons land bij alle crisissen over het algemeen goed doen, is wat men noemt die automatische stabilisatoren. Dat zijn de typische Belgische automatische stabilisatoren. Een sociale zekerheid die redelijk genereus is. En dat zorgt ervoor, in elke crisis, ook 2008, wij gaan een stuk minder naar beneden ten opzichte van andere landen. Mm-hmm. En wij blijven eigenlijk gedurende jaren het beter doen. We hebben het jaren beter gedaan dan Nederland. Maar op een bepaald moment, de doorgroei na dat moment van crisis, ja, dan blijven wij ook wel een beetje achter. En dus dat is voor mij de grote vraag, is dit moment moet ook een kantelmoment zijn om echt die ommekeer te maken naar een hoogtechnologische maak- en kennisindustrie. Ja. En daar investeren in opleiding. Eigenlijk vind ik dat we een beetje een kans hebben laten liggen. We hebben weken aan een stuk 1,2 miljoen mensen in tijdelijke werkloosheid gestoken, betaald om thuis te blijven omdat ze niet anders konden. Ja, eigenlijk hadden wij weken aan een stuk via digitale weg die mensen opleiding moeten geven. Dat zou eigenlijk de logica zelf geweest zijn. We hebben die kans eigenlijk laten... Is dat in eigen boezem opkijken dat u doet? Laat mij zeggen, breed politiek in eigen boezem, want daar zijn de bevoegdheden nogal verdeeld. Maar breed gezien zouden we dat soort kansen niet meer mogen laten. Meneer De Wever, ik kom even naar u, dan meneer de gouverneur. Meneer De Wever, een Europese context, hè, want u ziet dat Noord-Europa, Zuid-Europa uit elkaar te trekken. Wat Pieter Timmermans hier toch bepleit is, die exit-strategie moet Europees gebeuren? Ten eerste, ik trek die niet uit elkaar. Hè. Als je de slides nog eens leest, dan zie je heel duidelijk dat het uit elkaar groeit. De schuldposities, de sterkte en de veerkracht van de economie, Noord-Zuid, dat wordt een enorme uitdaging om de cohesie in Europa te bewaren. En ik ondersteun wat meneer Timmermans heeft gezegd, de interne markt nu verder uitdiepen. Daar zit nog heel veel groeipotentieel. Daar moeten wij op inzetten, op het groeipotentieel van onze economie. Er stond een heel leuke boutade in de Groene Amsterdammer. Ten tijde van crisis heb je de overheid nodig om part-time socialist te zijn. Ik vond dat een heel leuke boutade. Alleen het woord part-time is wel heel belangrijk. Je moet er op een gegeven moment mee stoppen. En ik maak mij zorgen over de sirenezang die je nu heel Europa hoort. Het is de moment nu om alle lonen te verhogen. Het is de moment om iedereen van alles te beloven. Ja, dat is natuurlijk niet juist. Dat maar die kan Europese alleen als exit-strategie dat kan waarmaken. Die Europese exit-strategie waarvoor gepleit wordt, is dat op dat niveau dat u dat ook vindt dat dat moet gebeuren? Ja, natuurlijk. Uiteraard. Okay. Elk land, het is ten tijde van crisis, danst iedereen rond het eigen kampvuur. Maar we mogen niet vergeten dat Europa onze troef is en de interne markt en de toegang tot die markt om op het geopolitieke toneel nog iets te betekenen. Ja. En daar, denk ik, wordt die cohesie tussen bijvoorbeeld een Duitsland dat 1.000 miljard van de 2.000 miljard aan staatssteun heeft opgenomen. De helft in Duitsland alleen. En ze gaan nog naar een schuld die perfect beheersbaar is. Ja, daar zit natuurlijk een risico in dat zij met de liquiditeit die ze creëren, bij wijze van spreken, Europa helemaal overnemen. Dus het is niet aan de anderen om dat de Duitsers te verwijten, maar om te reppen om op diezelfde trein te zitten. Meneer de gouverneur, dan kom ik toch even naar u met die veerkracht waar hier eigenlijk door iedereen naar verwezen wordt. Ja, zal het daarvan moeten komen of is er toch meer nodig dan dat? Van Europa bedoelt u? Van onze eigen economie, de veerkracht van onze eigen bedrijven ook. Ja, zeker. En nog eens, inderdaad, ik ga akkoord aan. Dus we hebben goed stand gehouden gedurende de laatste crisis, financiële crisis. We zijn zeer snel teruggegaan op het niveau van de werkgelegenheid van voor de crisis en dan boven, met heel mooie cijfers. Op Europese niveau zien wij, maar dat geldt ook voor ons land, de problemen, de uitdagingen van voor de crisis zullen blijven bestaan. Klimaat, een te laag productiviteitsgroei, te hoge schuld in een aantal landen. Het is gewoon het geval dat we minder geld zullen hebben en we zullen allemaal armer zijn na de crisis. Dus het zal nog moeilijker zijn om deze uitdaging aan te pakken. Dus nog eens klimaat, productiviteit, openbaar financiën. Maar wat we nu aan het doen zijn, het is een goede investering. Dus ik heb van in het begin gepleit om krachtig te reageren, maar ook tijdelijk. Het moet tijdelijk zijn en het moet gericht zijn. Dus het geld moet naar de mensen die lijden onder de crisis ingaan. Als ik een euro krijg, of de mensen hier rond de tafel, van niet rond de tafel, een euro krijgen omwille van de crisis, dat is geen goed beleid. En ik denk tot nu toe dat we dat goed doen. U zegt tijdelijk, hebt u ook altijd gezegd, meneer De Wever zegt hier zo snel mogelijk dat stoppen. Welk tijdsmoment hebt u in ogen voor terug naar normaal te gaan op dat vlak? De maatregelen die wij nu nemen op niveau van begroting zijn meestal tijdelijk. Dus in 2021 blijkbaar vallen ze weg. Nu, de structurele impact van de crisis zal later zichtbaar zijn. En dus het zal jaren duren voordat wij geleidelijk aan teruggaan naar niet een evenwicht, misschien onmiddellijk, maar tenminste, wij moeten relatief snel naar
beneden de 3% gaan in de komende jaren. Meneer Van den Spiegel, snel weer naar normaal is natuurlijk het meest logische. Kan dat ook, denkt u? Ik denk dat dat kan als het dus politiek met alle neuzen in dezelfde richting duidelijkheid schept en zekerheid. En voor Europa is dat inderdaad de grote uitdaging. Je ziet nu alweer het opduiken van nationalisme, nationaliseren van bedrijven. Dan de voorzitter van de commissie die droomt al van honderden miljarden in de economie te pompen, maar om de Green Deal, haar groene dromen daarmee te verwezenlijken, zal daarvoor allemaal tijd zijn om dat gecoördineerd op alle niveaus van Europa naar de lidstaten, naar de regio's en het lokale tot iets te brengen waar de ondernemer weet waar hij aan toe is en wat hij moet gaan doen. En dan is er een tweede, geen bemol, maar toch een opmerking die men niet mag vergeten. Uiteraard, er moet zuurstof zijn en het financiële systeem moet daarvoor functioneren. Maar ons financiële systeem zit reeds in een zeer extreme situatie. Met negatieve rentevoeten, je zou bijna kunnen zeggen, hoera, hoe meer schuld, hoe meer de Belgische staat zal verdienen. We zitten in deze absurde situatie. Een centrale bank die haar balanstotaal van 500 naar 5000 miljard, en eens dat je aan 5000 zit, waarom geen 10.000? Want we hebben sowieso al limieten overschreden, maar men moet niet dromen dat men die elastiek kan blijven rekken. Vooral als men nu zegt, de privébanken moeten nu vlot krediet geven. Maar in België lukt dat nog wel voor de banken, maar kijk je naar Europa, dan zit je met een return on equity die niet leefbaar is en zit je met een waardering op de beurs beneden de helft van de boekhoudkundige waarde van de banken. Dus men moet realistisch zijn. Ja, realistisch. We zijn nu op langere termijn aan het kijken. Laten we op iets kortere termijn kijken. De vorige debatten zijn daar ook over gegaan. Wat als er een tweede golf van het coronavirus uitbreekt of een piek gevreesd wordt? Kunnen we dan die economie, moeten we dan de economie terug op dezelfde manier platleggen als nu? Ik kijk even naar meneer Timmermans. Uw bedrijven die net opgestart zijn, het zou kunnen dat over een paar weken, een paar maanden, dat we terug naar af moeten. Hè? Dat zou natuurlijk een drama zijn. Ik denk dat we dat ten alle prijzen moeten vermijden. En vandaar de opdracht. Iedereen moet vandaag een inspanning leveren. En niemand mag zeggen, het zal de andere wel zijn. Dat is zeer moeilijk. Ja. Maar wat als? Dan gaan de rechter effectief bedrijven over de kop gaan. Maar ik wil daar een bemol bij maken. Wat meneer De Croo daar juist zei, sociale zekerheid is een stabilisator. De tweede stabilisator vandaag is onze technologie. Ons internet is niet platgevallen. 30% van onze mensen hebben in maart en april blijven werken via telewerken en andere. Dat zal natuurlijk ook uitzonderlijk belangrijk zijn in de tweede lockdown of in de tweede pandemie, als die er ooit zou komen. Ik hoop echt van niet. Ja, want ik wil daar toch even op doorgaan met u allen, want de tijd is ook aan het wegtikken. Zo'n tweede lockdown, meneer De Wever, u eerst. De aanpak die we gezien hebben, kunnen we die kopiëren dan op zo'n moment volgens u? Wat mij betreft liever niet. Een normale quarantaine, historisch, is een quarantaine van zieken en niet van gezonden. Het is denk ik de eerste keer dat eigenlijk gezonde mensen worden opgehokt. En je ziet natuurlijk, naarmate dat duurt, dat zeker bij de jongere cohorten, waar de mortaliteit heel laag is, dat ze dat niet meer snappen. En dat ze dat ook niet meer kunnen volhouden. Natuurlijk, het ging niet anders. Want we konden niet tracken, we konden niet tracen en we konden niet testen. Als we dat nu wel kunnen, ja, dan zou de volgende quarantaine de quarantaine van de zieken en van de besmetten moeten zijn. En niet van de gezonde. De economie moet draaien op gezonde mensen. De kwetsbaren, de 65-plusser, mensen met gezondheidsproblemen, maar mensen die besmet zijn. Maar winkels, bedrijven sluiten, zoals we gezien hebben, dat niet meer? Wat u voor mij is dat geen optie meer. Er is een heel duidelijke waarschuwing gegeven dat wij monetair nu al zover in niemandsland zijn, dat als men in de volgende tweede golf nog eens hetzelfde gaat doen, ja, niemand ziet de klippen nog, hè, waar de ECB zou kunnen opvaren, waar het monetair beleid kan opvaren. En dan zou je naar de crisis der crisissen kunnen gaan. Meneer de gouverneur, ik ga eerst naar u komen als een reactie. De uitdaging bestaat erin om zeer snel een structuur op te zetten op het terrein om inderdaad de testing, tracing, maar ook om actie te nemen op basis daarvan. Dus ik sluit niet uit dat wij in de komende maanden hier en daar een onderneming of een school zullen dicht moeten doen, maar op een zeer lokaal niveau. Ja, maar wat als die uitbraak veel groter is? Want dat gaat er natuurlijk vanuit van plaatselijke uitbraken. Het gaat echt over miljoenen investeren in de komende weken, heel snel, om miljarden te besparen in de komende maanden. En we moeten een zeer efficiënte structuur hebben om zeer snel te mogen reageren als wij zien dat er een besmetting is. En dan inderdaad niet alleen diegenen ziek zijn, maar ook de mensen die in contact zijn geweest met dergelijke mensen, heel snel
om te vermijden dat wij morgen op een hoger niveau, nationaal niveau, maatregelen zoals deze van de laatste maanden zouden moeten nemen. Meneer De Croo, maandag gaan winkels open, de week erop scholen. Zijn we al zover dat we kunnen doen wat hier door iedereen bepleit wordt? Ja, we hebben op gebied van mogelijkheid om te testen en te kunnen tracen, zoals gezegd, de voorbije weken een ongelooflijk werk geleverd. En we hebben dat geleverd omdat we alle neuzen in dezelfde richting kregen. Er is nu een schitterende documentaire over Michael Jordan op Netflix, die zegt: individual talent wins games, teamwork wins championships. En ik denk dat dat een van de grote lessen is als we niet de vinger beginnen te wijzen naar elkaar, maar alle neuzen in dezelfde richting krijgen, hoezeer het soms complex is in ons land, dan kunnen we ongelooflijk veel dingen gedaan krijgen. Dit is een virus zonder handleiding. En sommigen hebben weken geleden gezegd: het ganse land moet plat. En hebben daarna, weken daarna gezegd: nee, alles moet opnieuw open. Iedereen is wel eens van mening veranderd in een crisis waar totaal geen handleiding is. Maar als zo'n speaker opnieuw is in de Veiligheidsraad, gaat u dan zeggen: dit doen we niet meer wat we de voorbije maanden gezien hebben, economisch dan? Als we een mogelijkheid hebben om heel kort op de bal te kunnen spelen en om te kunnen heel goed gaan kijken wat gebeurt er waar en dan mensen te kunnen gaan isoleren en mensen te kunnen testen en dat op te volgen, ja, dan is er geen nood aan een... Maar u sluit het niet helemaal uit, ook niet? Omdat ik denk dat we de voorbije weken getoond hebben dat er continu zaken gebeuren die we niet voorzien hadden. Zelfs de experten, en ik gooi geen steen naar de experten, hebben soms weken geleden dingen gezegd waar ze nu op terugkomen. Daar is niets fout mee met uw mening te herzien. Je mag jezelf al niet vastzetten op een moment waarin we denk ik allemaal leren hoe kwetsbaar we zijn en hoe onvoorspelbaar dingen kunnen zijn. Meneer Van de Spiegel, marge is er niet, zei u. Wat zou dat dan betekenen economisch? Wel, dat het enige scenario is het dat we moeten nastreven, is dit van een zeer snel herstel en een goede visie op de toekomst, zonder al te veel ideologische en andere dingen. Dus bij de grond zorgen dat iedereen in de economie opereert. En dan geeft u mij de woorden in de mond om toch op het einde van dit debat heel even naar uw beiden heren politici te kijken, want er is natuurlijk nog geen volwaardige regering. De volmachten die er nu gegeven zijn, die lopen af in juni. Ik denk dat de consensus bij de meeste partijen is om die niet te verlengen. En meneer De Wever, dan hoorde ik u een paar weken geleden zeggen op de radio: wij willen opnieuw aan de tafel. Intussen hebben een paar partijen ook al gezegd: op 1 september moet er gewoon een nieuwe regering zijn. Komt die er op 1 september? Ja, ik mag hopen van wel. Ik heb hier heel vaak gehoord de neuzen in dezelfde richting. Zo'n crisis is een stresstest, die legt uw zwaktes bloot. En in België is dat ongetwijfeld het institutionele en het democratische deficit. Dat speelt ons lelijk parten. Wij wilden een regering maken met een wit blad, die is er niet gekomen. En ik luister natuurlijk ook... Ja, maar ligt dat blad nu opnieuw op de tafel? Dat blad ligt op de tafel, maar tegelijkertijd, ik ben op 1 mei ook heel goed gaan luisteren. Ik zie wat bijvoorbeeld de SPA in Vlaanderen vertelt, dan denk ik, goed, daar is overeenstemming mogelijk. Ik zie ook wat de PS in Wallonië vertelt. En dat is in mijn ogen de manier om van een bloedbad een bloedzwembad te maken. Maar als we dan kijken naar die 1 september, is dat dan realistisch of niet? Wel, dat zal niet van mij afhangen. Dat wit blad ligt nog altijd op de tafel, eerlijk gezegd. Maar ik ga dat nu dat wel niet invullen met recepten die volgens mij de crisis erger gaan maken en met beloftes aan de bevolking die wij gewoon niet kunnen waarmaken om ons definitief op die Zuid-Europese route te zetten. Dat ga ik niet doen. Als men mij tegemoet komt en zegt: we gaan dit land Noordwest-Europees oriënteren, we gaan benchmarken met Duitsland, Denemarken, Nederland, dan doe ik onmiddellijk mee. Maar daar zou ik toch minimaal een paar garanties voor moeten hebben. Dat vind ik niet meer dan normaal. Maar toch even de inschatting. Op 1 september, hoe groot acht u die kans? Ik zou het echt niet weten, meneer Van der Hoogenbroek. Ik ben echt agnostisch op dat vlak. Okay. Ik heb in maart iets meegemaakt. Dat heeft op mij wel enige indruk gemaakt. Op het moment dat je een wit blad op tafel legt. En iedereen zei toen al: we gaan naar de grootste crisis sinds de Great Depression van 1929. En nog wordt dat blad kapot gescheurd. Dat heeft op mij een zeer zware indruk gemaakt. Dan stel ik mij de vraag: wanneer kan het dan wel? Okay, ik stel me die vraag nog altijd. U durft niet te schatten, meneer De Croo, durft u die kans in te schatten op 1 september of er dan een regering is? Well, meneer De Wever wijst naar, naar de moeilijkheden die er geweest zijn. Ik zou toch eerder de nadruk willen leggen op de ongelooflijke samenwerking die we gezien hebben de voorbije weken. In zeer moeilijke momenten. Zijn wat, politici... is de vraag, wat staat in de weg om op basis van wat u nu hebt echt een volwaardige regering te starten? Zijn politici, regeringen die soms zeer verschillende ideeën hebben, die begrepen hebben: nu moeten we met elkaar samenwerken. En daarom die vraag?
En we moeten met elkaar samenwerken omdat de nood zo groot is. Het is nogal in ons land geweest dat als we met de rug tegen de muur staan, dat we begrijpen dat we misschien minder de nadruk moeten leggen op de verschillen en meer de nadruk moeten leggen op wat we gemeenschappelijk hebben. En de voorbije weken hebben getoond dat er ongelooflijk veel gemeenschappelijk is. Om op uw vraag te antwoorden, zou je op het moment dat je de relance kan doen, een regering moeten hebben die een meerderheid heeft binnen die regering, dat is absoluut de logica zelf. Maar wanneer kan die relance starten? Ik hoop zo snel mogelijk, maar eigenlijk hebben we dat in onze eigen handen. Hè. Als we de komende weken goed doen, namelijk afstand houden ten opzichte van elkaar, geen dingen doen die niet verstandig zijn, dan kunnen we snel een relance hebben en dan hoop ik dat we snel een regering hebben. Ja, maar dus een kans inschatten doet u ook niet. En dan, ja, Birgit, het eindigt dan uiteindelijk toch met een politiek verhaal, want dat is natuurlijk ook de conclusie van de economische crisis. Tenzij ik nog een vraag van de kijkers er even tussen gooien. Er zijn er veel in dezelfde genre geweest, dus ik pik er eentje uit die eigenlijk weergeeft waar het over gaat. Ik hoor praten over terug opstarten van de import en export en de mobiliteit van personen. Moeten we niet op een verstandigere manier omspringen met de mobiliteit van goederen en personen en meer inzetten in de toekomst op lokale productie en verbruik? Meneer Timmermans, daar ga ik even naar u voor komen. Wel, ik denk dat we daar heel goed eens moeten over nadenken. Maar een klein land zoals het onze heeft een zeer groot buitenland. Dus onze welvaart hangt voor een heel, heel groot stuk af, voor 70-80% af van onze capaciteit om te kunnen exporteren, om te kunnen handel te drijven. Dus als we natuurlijk op onszelf terugplooien, dan zijn we onszelf in de voet aan het schieten. Twee, we hebben in het verleden toch wel een aantal accenten gelegd naar strategische sectoren. Als we de farmasector de voorbije 10, 15 jaar als puntsector hebben naar voren geschoven, dan zien we dat we vandaag in de ontwikkeling van vaccins en van medicamenten meespelen op het wereldvlak. Misschien moeten we eens nadenken of we niet zo'n aantal speerpunten in onze economie moeten detecteren en daarop inzetten. Oké. Ik ga hier afronden. Ik ga nog één keer zeggen, we gaan in de toekomst zorgen dat we een diverser panel hebben. Dat gaan we zeker doen. Wat ik één keer nog ga doen, want ik kan dat nooit meer doen, Birgit, is naar jou komen. Dat kunnen we normaal gezien niet. Het was ook een fijne samenwerking. Dankzij de Pax Media kan dat, hè. Het was een fijne samenwerking. Dus met veel plezier naar jou. Vond ik ook. Dank je wel, Michael van Drogenbroek. En ik kom even bij jou nog, Ben de Brucker. Want we zamelen natuurlijk ook geld in voor Health for Life. Vertel nog eens even, waarom hebben we dat geld precies nodig? Ja, we hebben dat nodig om de sociale contacten die nu wat verwaterd zijn tussen de woonzorgcentra, vooral de inwoners van die woonzorgcentra en de familieleden thuis, te gaan versterken. Maar ook om het beschermend materiaal van de bezoekers in ziekenhuizen en andere instellingen aan te kunnen kopen. Je zei dat we 10 miljoen moesten inzamelen. Er stond al een dikke 800.000 daar straks op de teller. Ja, is er nog wat bijgekomen gedurende dit debat? Ja. Ik vind het echt wel leuk dat de mensen en de bedrijven ons massaal aan het steunen zijn. Ik heb daar net even naar de teller gekeken en ik denk dat we de teller in beeld gaan kunnen krijgen, maar we zitten al boven de 850.000 euro. Dat is schitterend. Toch op een heel korte heel tijd. Bijgekomen, ja. Dus waarvoor echt oprechte dank. Maar jullie gaan toch nog een grote speler moeten aantrekken, minstens één, hè? Ja. En jij weet het precies al, maar inderdaad heeft de Nationale Loterij heeft me zo net laten weten. Om het project te steunen, te ondersteunen. Wat gaat hij doen? Ja, ze willen het vooral dan gericht hebben naar de woonzorgcentra, omdat die inwoners daar in isolement leven, iedereen weet dat. Om daar zeg maar de sociale contacten te gaan bevorderen en dat op een veilige manier. Heel veel mensen hebben het moeilijk in deze coronacrisis. Ik zou toch heel graag eindigen met iets hoopgevends. Is er iets positiefs gekomen uit de poll, uit de bevraging? Ja. Ja, ik denk dat iedereen dat hier beaamt vandaag, dat deze moeilijke periode, we moeten daar doorkomen en moeten daar positief over blijven. Onze gevoelens moeten positief blijven. En ik ben dan ook blij te zien dat in die bevraging meer dan 80% van de mensen een verbondenheid heeft. Nou, we zien daar even een grafiekje inderdaad, bij. Ja. Een verbondenheid heeft met iemand, een familielid, kennis thuis. Dus dat is super. En iedereen kent wel natuurlijk het handgeklap om 8 uur 's avonds. Mm-hmm. Dat zorgt voor samenhorigheid van ons allen. En ik ben er dan ook van overtuigd dat wij met ons, dat wij hier samen gaan kunnen uitgeraken. Maar natuurlijk, ik denk dat dat wel belangrijk is, zoals al meermaals gezegd, met iedereen zijn verantwoordelijkheid gaat moeten tonen. Zijn gedrag gaat moeten aanpassen aan het nieuwe normaal. Ja, dat is en dat gaan we met ons allemaal moeten doen. En dan gaan we eruit komen op gezondheid en ook op economie. Ik ben ervan overtuigd. En ik ben blij dat je dat even aanhaalde, nog dat momentje om 8 uur op de stoep gaan klappen. Heel veel mensen zijn ook blij dat ze nog eens iemand in levende lijven kunnen zien dan, en niet alleen plat op een scherm.
We zijn rond voor nu. Rest mij alleen nog iedereen te bedanken die hier vandaag aan heeft meegewerkt. De sprekers vandaag uiteraard. VTM, VRT, de VUB, UZ Brussel, dat we het hier mochten doen in deze gebouwen. En ook alle helpende handen achter de schermen. Het hele team van de organisatie Medische Wereld, omdat zij dit georganiseerd hebben. U natuurlijk om te kijken. En mocht u nu later ingeschakeld hebben en wil u het hele debat bekijken, dan kan dat, want Kanaal Z zendt het morgen uit. Dus 10 mei is dat, zondag, om 5 uur in de namiddag. En dan nog eens herhalen wat, wat het nieuwe normaal blijft. Hè. Was uw handen, hou afstand en vooral blijf gezond. Bedankt.